Meneer Peters, de informatieronde is afgerond. We gaan verder met drie partijen. Hoe is het gegaan de afgelopen week? De afgelopen weken hebben de partijen grondig met elkaar gesproken. Ze hebben veel overleg met elkaar gehad. We hebben een lijst met elkaar gemaakt van wat zijn belangrijke punten. Daar zijn nog geen afspraken over gemaakt, maar daar is meer verkend van zijn dat breekpunten, geen breekpunten, hoe zou de samenwerking kunnen zijn. En dat is in een goede sfeer gegaan, met respect voor elkaars meningen, goede genuanceerde discussies. En aan het eind hebben we vrijdagavond hebben de partijen een keuze gemaakt. Ja, dat is Leefbaar, D66 en het CDA. Ja, klopt. Deze drie partijen gaan vanaf maandag aan de gang om een coalitieakkoord te maken. En waarom deze partijen? Omdat deze partijen binnen de opdracht die er lag, namelijk dat er vijf partijen waren waarvan de verkenner Jan Kees de Jager had gezegd, daarmee moet een college gemaakt kunnen worden. En binnen die vijf partijen zijn allerlei verschillende varianten besproken. En dit is de variant die van een meerderheid het draagvlak had. Ja. Nou was er ook sprake van GroenLinks, van de VVD. Ja, die zijn afgevallen. Wat was daar de reden van? Dat zijn verschillende afwegingen geweest. Er waren varianten met vier partijen, met vijf partijen, met drie partijen. En zij hebben met elkaar, daar heb ik geen rol in gespeeld, ik heb het geleid, maar niet inhoudelijk. En zij hebben met elkaar afwegingen gemaakt. De ene variant was voor de ene partij niet acceptabel, de andere variant weer voor een andere partij. En zo waard. Het was niet steeds of de een of de ander. En zo heeft men uiteindelijk gezegd, ja, deze drie, die doen het wel met elkaar voor de komende vier jaar. Ja. Was het een beetje uitruilen, want duidelijk is wel dat GroenLinks nou niet echt goed lag bij Leefbaar. En de VVD weer wel bij Leefbaar, maar weer niet bij D66. Is het op die manier uitgeruild? Nou, op de eerste plaats moet je dat aan de partijen zelf vragen, hoe zij dat beleefd hebben. Daar heb ik in ieder geval geen rol in gespeeld. Ja. Want het is opvallend, het is een hele krappe meerderheid. Hè? Het is niet echt een grote meerderheid die er met deze partijen is. Nee, dit is binnen deze vijf partijen was dit de enige gewenste meerderheid. En die is heel krap, is één zetel. Wel hebben de drie partijen afgesproken dat ze aan ChristenUnie-SGP-combinatie gaan vragen of zij ook mee willen doen. Heeft u al nooit gezegd van jongens, dit is wel heel krap? Nou, dat hoef ik niet te zeggen, dat weten ze heel goed. Alle varianten hebben zij zelf besproken. En uiteindelijk gezegd, deze krappe meerderheid is voor ons voldoende om het te gaan doen. Hoe nu verder? Hoe nu verder wil zeggen dat maandag formeel het van informeren verandert in formeren. Dus vanaf maandag gaan de partijen met elkaar, die drie partijen met elkaar praten over wat voor akkoord gaan we maken, wat komt daarin te staan, wat komt er niet in te staan en wat zijn de afspraken. Ja. Nou, is dit heel snel gebeurd binnen een week? Gaat de formatie ook zo snel? Nou, we wilden deze fase snel doen, omdat je kan hier nog heel lang over praten, maar dat gaat om politieke keuzes, die zijn nu gemaakt. Vanaf nu is het vooral belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden en is de inhoud belangrijker dan tempo. Dus ik kan daar geen voorspelling over doen. Ja. Kunnen er nog pijnpunten aankomen? Zolang als een coalitieakkoord niet afgerond is, kunnen er altijd punten komen. Partijen verschillen, hebben verschillende meningen, er moeten afspraken over gemaakt worden. Tot nu toe is de overtuiging van deze drie partijen dat gaat lukken. Ze gaan nu echt met z'n drieën zeggen, wij gaan dat coalitieakkoord maken. Maar je kan nooit voorspellen wat er nog op tafel komt. Ja, want eventueel kan bijvoorbeeld de VVD nog aanhaken of een andere partij, omdat ze er niet uitkomen met z'n drieën? Nee, deze drie partijen gaan een akkoord sluiten. En ik ga niet speculeren wat er gebeurt als dat niet lukt, want dat is dan weer aan hun, wat er dan gebeurt. Ja, wat is uw rol? U bent formateur. Je gaat nou inhoudelijk spreken. Dat kan zijn dat het natuurlijk over het openbaar vervoer komt. Ja, is dat dan geen moeilijke positie voor u? Nou, ik leid de gesprekken, ik leid niet de inhoud. Wij voorzien geen onderwerpen over het openbaar vervoer, zeg maar, die een probleem zijn of zouden kunnen zijn. Die spelen niet. Als ze wel zouden spelen, dan is het heel eenvoudig. Dan doe ik drie stappen terug. Ja. U leidt het proces meer? Ja, ik leid het proces. Zij zijn de politici, zij maken de keuzes. En ik probeer te zorgen dat ik ze faciliteer, begeleid, het proces een beetje stuur. Dat is mijn rol. Ja. Hoe belangrijk is dat iemand extern dat doet? Nou, dat is een keuze die zij zelf gemaakt hebben om dat te doen. En zij hebben ook gevraagd of ik dat wil doen, omdat ik niet ook politiek gekleurd voor de een of voor de ander ben. Zij vonden mij acceptabel en dan blijkt dat het toch wel prettig is als er iemand is die af en toe even kan zeggen, ho, nu even dit of nu even dat. En nogmaals, het proces in goede banen leiden. Hoe ervaart u het?
De gesprekken zijn in een open sfeer gegaan, met veel respect voor elkaar, ook voor de grote verschillen van mening die er op allerlei onderwerpen kunnen zijn. Er zijn genuanceerde discussies gegaan, geweest in een goede sfeer. Er zijn grapjes tussendoor gemaakt, het was nog gezellig ook. En zo moet dat de komende week ook worden? Ja, de komende weken moet, als het goed is, in dezelfde sfeer doorgaan, ja.